NOS.nl. Berichtje. De nieuwsuit van Nederland. De eerste volle week van de formatie zitten erop. Dat is eigenlijk een Wimbledon nou. Ik hou het gevoel eraan over dat ze gewoon een beetje een soort boeltafel hebben met elkaar. Er zit een vlieg op je hoofd. I know. Oh. Vergis u niet, het is een intensief proces. Zo, wat heftig joh. Ik heb beter te leren kennen. Er moet meer gedronken worden. En er moet meer gedronken worden. En om 5 uur gingen we naar buiten, waren we het eens geworden. En dan lang omhandelen. Zijn we weer, goedemiddag. 3. Ja. Alweer in week 3 van de formatie. Je wil wel heel snel doorlopen, hè? Je meer tempo in het vlogje krijgen, omdat er meer inhoud ook in. Los van je boek, vind je het relaxed om een pak aan te hebben of baal je ervan? Ik vind het wel heel relaxed totdat ik dan jullie tegenkom. Want dan weet je dat je door de keuring gaat. Hè, bij de boys. Ziet er goed uit hoor. Bij de dressboys. Wat mij opvalt is eigenlijk als je aankomt lopen op 40 meter, zie je meteen dat Ron Vreese er ook staat. Omdat hij ook zo lang is, hè? Ja, we zien hem. Geen schoudertas over mijn pak. Daar is hij. Meneer Rutte, wat is uw Rutte, wat vindt u van deze eerste week? Nee, hij geeft gewoon geen antwoord. Hij staat ook maar te wachten, uren en uren te wachten. Hè? Denk ik toch wel de twee quotejes en die duren bij elkaar. Ja, we maken tempo. Gaat de goede kant op. Dus heel kort, die twee quotes, dat zegt eigenlijk alles. Tempo zit er wel in. Dat het de goede kant op gaat. Deze week hebben we die politici naar binnen zien komen. En naar buiten zien gaan. En naar binnen zien komen. En naar buiten zien gaan. Ja, dankjewel. Kijk. Meneer Rutte. Veel procedurele besluiten. En ze zeggen eigenlijk nooit iets. Het lijkt wel een beetje toch, nou, popsterren niet echt, maar ze, iedere keer als ze aankomen, hebben toch altijd kinderen op de foto, handtekeningen. Dat bijvoorbeeld Rutte, die kreeg vandaag super veel cadeaus. We zijn nu onderweg naar de boekpresentatie van onze vriendelijke collega Joost. Het boek gaat ook over Pim Fortuyn. Zo is het. Zou Joost nu een beetje nerveus zijn? Ja, we zijn het opgerond. Kun je ook wat gaan zeggen? Ja? Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Ga je ons bedanken? Heb je niet een tekst? Nee, ik ga wel natuurlijk beginnen met de jongens van het vlog. Ja? Die tijdens het hele proces. Ja, hebben mij groot gemaakt. Dat is een mooi, hè? Ga je daar achter vandaan komen als een soort Henk Krol? Henk Krol, ja. Dan ga ik naar binnen, maar ik moet naar een vergadering weer. Wat heb jij met je gezicht gedaan? Ik heb het gezicht gedaan. Joost Kullings. Peter halverwege zei, ik moet even een sigaret roken. Toen dacht ik, what the fuck, ik moet eigenlijk ook een sigaret roken. Ja. Dat is een hele mooie foto. Ik wou dat ik zo'n knappe voer had, dus sorry thuis. Precies. Komt iemand met een honkbalknuppel? Is wel weird. Oef. Zo, ja, die hadden we bijna getroffen in een lift. Zo. Zoek naar inhoud. Heeft de schipper eens een keer een persconferentie? Zijn we te laat? Zit een goed shot zo? Ja, nou, voor mij niet. Qua nek. Ja. Waar ga je heen? Ja, ik weet het echt niet. Het is echt een heel intensief en heel ingewikkeld proces wat je heel zorgvuldig moet aflopen. We zoeken inhoud. Nou, volgens mij hebben ze dus het overal over gehad. Ze hebben het al over 8 onderwerpen gehad. Onderwerpen of 8 aan de orde geweest. Gaan we 10 miljard uitgeven of gaan we maar 5 miljard uitgeven? Dat is best wel relevant. En wat wordt het? 4,6. Dat heeft ze dus niet verklapt natuurlijk. Nee. Daar zijn ze nog niet over eens. Na 1 week... Met 4 zulke verschillende partijen nog geen onderwerp afgetikt. Het is niet het verhaal van we gaan eerst een hele missie voor het land of een foto van de samenleving. Ja, nee. Dat doen ze dus niet. Er is totaal geen zicht op wat voor onderwerp en wat voor uitkomst dan ook. We hebben 1 week achter de rug. Ja. Je kan weken met elkaar praten. Zonder dat je in de problemen komt. Dus je hebt nog maar geen dan bereik je uiteindelijk elkaar misschien gesproken. Ook niks. Nee, dus... Je hebt nog niet gezegd, ja wacht even, maar dan moeten we wel rekeningrijden invoeren. Ja. En drie kolencentrales sluiten. Ze vrijen wel met elkaar, maar ze doen het een beetje als egeltjes. Gadver. Het boek van Joost. Onder andere in ontvangst genomen door Matt Herbe. De heer Herbe die heeft een heel regeerakkoord in elkaar getimmerd.
Welke tips heeft u nou voor de huidige mensen die daar ook mee bezig zijn? Je gaat even de formatie koppelen aan de presentatie van het boek. Heel zo slim, heel slim. Dankjewel. En wat is het belangrijkste wat deze week is gebeurd? Dat ze de tafel met punaises hebben vastgemaakt, denk ik. Af en toe vallen de blokjes uit de tafel, maar dat hebben we met punaises inmiddels weten te verhelpen. Ja, met z'n achter dan. Knap, oké. Okay. Edith had de opdracht bedacht. Ja, we moeten naar Mat. Een plotselinge machtsfactor, politiek leider van de op één na grootste fractie in het parlement. Maar nou, wat wij meegemaakt hebben de laatste maanden is een kabinetsformatie. Ja, dat zien we wel. Je moet werken aan goede persoonlijke verhoudingen. En dat betekent dat je moet oprechte belangstelling hebben voor bijvoorbeeld het gezinsleven van de ander. Als je gelijk begint over politieke standpunten te praten, dan is de sfeer al bijna bedorven bij voorbaat. Weet je wat we in ieder geval weten? Dat ze volgende week weer verder gaan. Dat sowieso. En dat de volgende week weer een allemaal nieuwe overlegjes. En misschien is er dan wel iets meer te vertellen. Wat we gaan doen is gewoon een uur gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Dus er kwam een whisky voor Gerrit Salm, er kwam een witte Riesling voor mij en er kwam een biertje voor Balkenende. En we hebben heerlijk gezellig zitten praten over de kinderen, over het gezin. Als de chemie goed is, kan het lukken. Als de chemie goed is en er genoeg gedronken wordt, gaat het lukken. Toch? Ja. Dat is de conclusie van dit gesprek. Dat is en de formule is dus Riesling, bier en whisky. Die heb je goed onthouden. Dankjewel. Dank voor dit gesprek. Okay. Ja. Dank u wel. Tot volgende week. Abonneer op het vlog. Daar. En tot volgende week. Tot volgende week. Bye.